naar T-Ratio, waar ik medewerkers ga interviewen over hun o zo belangrijke baan. Want laten we wel wezen, zonder hun inzet zou dit nooit kunnen bestaan. Zo. Hartstikke leuk. Zullen we beginnen met bij de dieren te gaan kijken? Ja. Wat voor soort dieren komen hier allemaal? Wij vangen hier alleen honden en katten op. De andere dieren gaan naar de dierenambulance bij ons. En we hebben natuurlijk, zoals je ziet, de volwassen kat, maar we hebben ook kittens. Dus de babypoesjes, dus daar gaan we straks ook nog even kijken. Oh, daar heb ik zin in dan. Zit deze kat dan eigenlijk alleen of zit ze met anderen? Deze kamer die is vrij klein, dus dan hebben we ervoor gekozen om de kat alleen te huisvestigen. Als er twee katten bij elkaar horen, dan kunnen ze hier wel samen. Maar het is heel belangrijk dat ze de ruimte hebben en zich ook heel goed voelen. Op het moment dat hij heel veel stress zou ervaren, ja, dan zit hij niet lekker in zijn vel. En dan gaan ze lelijk doen tegen elkaar. En dan kunnen ze ook naar de adoptanten lelijk doen. En dat is natuurlijk niet wat we willen. En we willen gewoon dat ze het ook naar hun zin hebben in het asiel. Het is natuurlijk geen ideale situatie, maar we proberen het zo gezellig mogelijk voor ze te maken. Ja, en we hebben voor hem een klein buitenverblijfje, maar die kunnen we even laten zien. Die zit hierachter. En dan kan hij toch nog een frisse neus halen. Oh, dit is leuk. Nee, ik vind het echt leuk. Oh. Ja, ik vind het leuk om te zien. Nou ja, wat je hier eigenlijk ziet is dus wel een groepsvestiging. Helaas zijn er niet genoeg kamers om allemaal apart gehuisvestigd te worden. En ook knuffelaars, zoals wij dat noemen. Die komen elke middag komen er mensen om de katten eigenlijk te entertainen. En als ze op schoot willen, dan mag dat of geaaid worden. Maar ook om te kijken of de kat een beetje uit zijn schulp kan komen als die verstopt zit. Oké. Kan u vertellen waarom ik knuffelaars ben geworden voor de dieren? Ik het belangrijk vind dat al de dieren die hier komen, dat ze genoeg aandacht krijgen en liefde. En dat er ook dieren zijn die heel verlegen zijn en die het een beetje moeilijk hebben. Totdat die weer langzaam op hun gemak komen te brengen. En dat ze dan weer wat vertrouwen krijgen in mensen. En dat ze dan ook weer door mensen opgehaald kunnen worden en geadopteerd ook. Dat vind ik belangrijk. Oké. Ja. Ik vind het wel echt super cool dat jullie dit gewoon doen. Want je hebt hier allemaal ruimtes zitten. En met al die ruimtes moeten jullie ze allemaal aandacht geven. De honden, de katten. Ja, klopt. Maakt niet uit waarom ze hier zitten. Allemaal krijgen ze dezelfde aandacht. En proberen ze te socialiseren en weer bij mensen thuis te krijgen. Honden of katten, maakt niet uit. Deze heeft de energie. Waarom komen deze meeste dieren eigenlijk in asiel? Sommige worden gevonden. Dan ziet iemand ergens een poes op straat lopen en dan is er helemaal geen baasjes in de buurt. En die zien ze achter elkaar op straat lopen. En op een gegeven moment hebben ze iets, die hoort niet op straat. Dus dan komen ze hier naartoe. En soms zijn mensen in problemen en kunnen ze niet voor de katten zorgen. Of omdat mensen overlijden, dat gebeurt ook. Hele oude mensen, die hebben soms ook huisdieren. En hele oude mensen gaan op een gegeven moment dood en dan blijven de dieren achter. En die komen dan ook hier terecht. Dus je hebt eigenlijk de drie manieren waarom ze hier kunnen komen. Ze worden gevonden op straat. Mensen moeten er afstand van doen vanwege ziekte of omdat ze overlijden. En omdat er soms een crisissituatie is. Okay. Ja? Ja. Zo. Kijk, we gaan vliegen. Zo dan. We gaan nu met de honden kijken.
Maar wij zijn dierenopvangcentrum Gouda, die dus tijdelijk op de locatie van Krimp aan de IJssel zitten. Dus de honden zitten nu iets anders gehuisvestigd dan dat wij gewend zijn. Maar ja, we willen jullie toch graag even een kijkje achter de schermen geven. Maar dit is wel een voorbeeld waarom wij dus Gouda aan het verbouwen zijn. Want de honden gaan dus veel mooiere ruimtes krijgen. Veel groter, een lekker vloerverwarming en ook wat lichter. Dus de honden, zodra we gaan verhuizen, dat is ongeveer eind augustus, begin september. Ja, dan komen ze echt in een luxe hotel te zitten, zoals wij het noemen. Maar dan gaan we even hier kijken. Net als zijn eigen man. Dat lijkt op ons hond. Deze is dus net binnen. Die is zwervend aangetroffen. De chip is helaas niet geregistreerd. Dus wij hopen dat de eigenaar zich snel gaat melden. Nou, dat hopen wij ook. Oh, die is net binnen. Gisteren, ja. Oh. En als een dier gevonden wordt, dan moeten wij hem 14 dagen bewaren. Want de wet ziet dieren helaas als een gevonden voorwerp. Dus 14 dagen bewaren en dan mag die herplaatst worden als er dan iemand zich gemeld heeft. Oké. Maar kan u iets vertellen over de adoptieprocedures? Ja, dat kan ik zeker. Wat wij eigenlijk doen is alle dieren die een baasje zoeken, die zetten wij bij ons op de website. En tegenwoordig zetten wij ook alle dieren op Facebook, want we merken dat dat toch wel een heel groot bereik heeft. En daar zetten wij bij het profiel, noemen wij dat. Dus wat zoekt het katje of het hondje voor huis? Is het gewend aan kinderen? Wil het met andere dieren samen zijn? Wil de kat uiteindelijk naar buiten kunnen? Maar ook bij de hond, ja, wat zoeken wij nou precies voor huisje voor de hond? En dat omschrijven wij allemaal. We zetten daar leuke foto's bij. En daar kan iemand dan een mailtje op sturen met uitleg van de situatie waar het dier in terecht komt. En dan gaan wij kijken of dat dier ook matcht. Want het is natuurlijk heel leuk dat mensen zich allemaal aanmelden voor dieren. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk voor beide partijen dat er natuurlijk ook een goede match is. Want op het moment dat het niet gaat en het dier moet weer terug naar het asiel komen, ja, dat is voor iedereen natuurlijk heel erg verdrietig. Dus dat proberen wij te voorkomen. En het kan dan dus ook zijn dat iemand zich meldt voor dier en dat wij helaas moeten zeggen dat de situatie waar het dier in terecht komt, dat het voor dat dier niet geschikt is. Dus dat is natuurlijk altijd heel vervelend om te moeten melden. Maar we hopen dan natuurlijk altijd dat er snel weer een dier binnenkomt die wel geschikt is voor de situatie. Ja, komt het wel eens voor dat als de dieren hier te lang zijn, dat ze dan worden ingeslapen? Nou, gelukkig niet. Helaas komt het wel eens voor dat we natuurlijk een dier in moeten laten slapen. Maar dat is eigenlijk alleen als het dier bijvoorbeeld heel erg ziek is en aan het lijden is. Dus als het dier heel veel pijn is, heeft, we kunnen het niet opknappen. Hele oude dieren die eigenlijk zo ziek zijn dat het helaas niet meer gaat. Ja, dan kan het zijn dat we besluiten dat het in het welzijn van het dier dat we beter in kunnen laten slapen. Op basis van gedrag kan het heel soms voorkomen dat een dier niet plaatsbaar lijkt. Nou, bij katten is dat wat makkelijker, want een dier wat niet in een huis geplaatst wil worden, ja, dat kan natuurlijk gewoon een boerderijkat worden die gewoon muizen gaat vangen. Die gewoon lekker in het wild zijn eigen gangetje gaat. Ja, honden moeten helaas wel natuurlijk altijd in een huis geplaatst worden. Maar gelukkig komt dat bijna niet voor. En er zit sowieso geen tijd aan vast hoe lang een dier hier kan blijven. We hebben alleen de quarantainekatten nog niet gezien, dus ga je mee om daar nog even te kijken? Ja. Nou, hier zitten de katten wel vast en dat is heel belangrijk, want deze katten zijn net gevonden. En we weten natuurlijk niet of een kat die op straat loopt of die ziek is. Dus het is heel belangrijk dat de katten geen neuscontact met elkaar hebben. En dat wij goed kunnen zien of ze eten, drinken, poepen, plassen. Ja, zoals je ziet hebben ze lekkere ruimte, krabmogelijkheid, spelletjes erin. Ja, en ook hier komen de knuffelaars
langs om de katten ja, het gezellig te maken voor ze. Nou, hoe lang mogen ze uit de quarantaine? Als de dierenarts langs is geweest, dan wordt hij nagekeken. Dan krijgen ze een vaccinatie tegen de katten- en niesziekte. En die moet 7 dagen inwerken. En na die 7 dagen, dan gaan ze naar de losloopkennels waar we net samen waren. Waar gaan we nu naartoe? We gaan bij de babypoesjes kijken. Ik weet niet of je daar zin in hebt. Ik wou dat zo hard. Nou, dan gaan we snel kijken. Ja. Ik denk dat er nu zo'n 10, 12 kitten zitten. Er zijn net ook weer 2 geadopteerd, vanochtend nog geadopteerd. Maar dit zijn de kittens die klaar zijn om naar een nieuw huisje te gaan. En in de gastgezinnen, dat zijn mensen die thuis de kittens opvangen, socialiseren, grootbrengen. Daar zitten er meer dan 70 op het moment. Dus het is heel erg druk. En ja, dat is normaal in deze tijd van het jaar. Anneloes, ik wil je heel erg bedanken dat ik hier naartoe kwam en mocht komen. En ik vind het heel leuk om met alle dieren kennis te maken. Dus ik heb zelf ook nog wat voor je. Alsjeblieft. Hartstikke bedankt. Nou. Hartstikke lief, maar wij vonden het ook hartstikke leuk dat jij langskwam en een kijkje achter de schermen wilde en wilde weten hoe het werk bij ons in elkaar steekt. Ja, oké, dankjewel voor dat ik hier mag komen. Wat vond ik het leuk om hier te zijn? En ik weet bijna zeker dat ik hier later ook ga werken.